Trainer Henk de Jong, morgen de wedstrijd tegen Roda JC. Hoe staat de selectie ervoor? De selectie staat er goed voor qua jongens die fit zijn. Die zijn er klaar voor. Vitas valt nu af op het laatste moment. Die blijft last van de hamstringhoudtrekker op, dus dat doen we niet. Nou, dan kan Martijn van der Laan spelen. Voor de rest, de oude blessures die er waren, die zijn er nog. En voor de rest blijft hetzelfde. Vorige week de wedstrijd tegen Utrecht gehad, 3-3. Wat neem je uit die wedstrijd mee naar morgen? Nou, daar had meer in gezeten. En dat we leren van onze fouten die we gemaakt hebben. Maar ook kijken naar de dingen die we heel goed gedaan hebben. En die waren er natuurlijk ook. Hè. Je bent gauw geneigd om alleen de negatieve dingen te zien. Maar dat moet je dus niet doen. Want we maken een aantal wereldgoals. We hielden tactisch goed op de been. Alleen na de 1-3 kwam veel te snel die 2-3. En daarna was het eigenlijk weg. Ik moet wel zeggen, met 10 man deden we het nog weer redelijk. Hè. Dat was 2 weken ervoor tegen PSV was 6-0. Ja, nu hadden ze ook 1 kunnen maken. Maar voor de rest, met jongens allemaal in verschillende posities, deden we dat ook weer goed. Dus het gaat erom als je voorkomt dat je het op de been houdt en scherp blijft. En we maken een aantal fouten en die hebben we weer bekeken en daar moeten we van leren. Wessel Dammers, al een aantal weken actief nu bij SC Cambuur. Hoe bevalt het je? Ja, het bevalt hartstikke goed. Hartstikke leuke groep. Leuke omgeving. Natuurlijk veel speelminuten maken. Dus het bevalt hartstikke goed, ja, zeker weten. Wel wat anders dan Rotterdam, denk ik. Ja, natuurlijk, het is wel wat anders, een andere omgeving. Maar in principe gaat het maar om één ding. En dat is natuurlijk zoveel mogelijk speelminuten maken. En dat gaat er nu zo hartstikke goed. En ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. Dus hartstikke leuk. Kun je het een beetje vergelijken met Feyenoord, Cambuur? Ja, zeker. Elke wedstrijd is het stadion zit gewoon vol. Nou, dat hadden we in Rotterdam ook. En je hoort natuurlijk gewoon heel veel liedjes langskomen tijdens de wedstrijd. Ja, natuurlijk, dat maakt het wel een beetje Rotterdam-achtig, ja. Ja. Nu heb je de afgelopen wedstrijden goede wedstrijden afgeleverd. Geeft de trainer jou ook dat vertrouwen wat je nodig hebt? Ja, zeker. Natuurlijk, het is altijd lekker om te horen als je het goed doet of als je een goede wedstrijd hebt gespeeld. Dus de trainer die geeft me daarin zeker veel vertrouwen. En hij praat ook veel met me, dus hij geeft me veel vertrouwen, ja. Hoe gaan we Roda bestrijden? Waar liggen hun krachten, zeg maar? Nou, zij zijn gevaarlijk in de bal erachter leggen en dan met snelle jongens. Dat moet je voor elkaar hebben en dan moet je zelf zien aan het voetbal te komen. Als we dat, en dat krijgen we voor elkaar, dan hebben we ook jongens die kunnen bij ons wat uitvoeren. Hè? Als je vorige week de goals ziet, dat zijn wereldgoals. Punten die kunnen haast niet uitblijven, hè? Want het spel wordt steeds beter met de week, heb ik het idee. Ja, maar ik moet niet te snel vooruit lopen. Als ik nu zeg, we gaan zo punten pakken, dat is natuurlijk niet het geval. Dat is een hele lastige tegenstander. En misschien moet je achteraf wel blij zijn met een punt, hè? Maar we proberen altijd de 3 te pakken en dat hoort ook bij onze club. Dus daar gaan we morgen ook weer voor. Ja, natuurlijk is het natuurlijk een ploeg dat uit de Jubilair League komt. En het is mooi voor zo'n club dat het goed doet, maar het is voor ons de zaak om daar zaterdag gewoon 3 punten te pakken en die mee naar Leeuwarden te nemen.